Ik ben in Amsterdam bij psychiater Bram Bakker. We praten over depressies, we praten over alcoholverslaving en over narcisme. Hoe narcistisch is Bram Bakker zelf? Narcisme is niet alleen maar een stoornis, het is ook een talent. We plakken op iedereen een sticker en daar zit een pil achter die het moet gaan oplossen. Geen tijd. Dat vind ik echt bullshit. Nooit bezuinigen op waar jij van opknapt. Hey Paul. Dag Paul. Hallo. Hallo, we zijn hier in het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. Je bent niet slecht erbij, er is niks met je aan de hand. Wat doe je hier? We zijn wel bezig met gezondheid. We hebben een medisch expertisebedrijf en het is heel goed, juist als psychiater, om in een breed gezondheidszorgveld te zitten. Want wij psychiaters moeten ook naar het lijf kijken en we moeten breder en algemener en ook neutraler, denk ik, dan we gewend zijn. Dus en je hebt hier een praktijk gestart? Een bedrijf, ja, we hebben een medisch expertisebedrijf. Dus wij oordelen over psychische klachten en adviseren vervolgens. Dus je kan hier terecht met, ben ik verslaafd of niet? En dan kijken we daarna met je en dan zeggen we, nou ja, Paul, je drinkt echt te veel, we adviseren je dat. Maar onze adviezen gaan niet alleen maar over behandeling, maar gaan ook over leefstijl, over vitaliteit, over weerbaarheid, over je eigen aandeel pakken, nadenken over hoeveel je weegt en wat je eet. En je zit natuurlijk niet op de eerste verdieping, we moeten naar boven. We zitten in de voormalige verloskamers op de zesde verdieping. Oh, dat nog. Bram Bakker wordt in 1963 geboren in Zwolle. Na het gymnasium gaat hij geneeskunde studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En daarna volgt hij de opleiding psychiatrie. Deze dokter in de geneeskunde is psychiater. Hij promoveert in 2000 op de behandeling van angststoornissen. Ook schrijft hij boeken en columns. Bram Bakker woont in Amsterdam samen met de moeder van twee van zijn kinderen. Ja, Bram, mensen slikken pillen. Je hebt er niet voor niets ook een boek over geschreven. Je schrijft heel veel boeken. Je laatste boek gaat daarover. Al heel lang slikken ongeveer 1 miljoen mensen, geloof ik, pillen. Waarom doen ze dat? Ja, omdat ze psychische klachten hebben. Dat is heel simpel. Maar het aantal neemt inderdaad gestaag toe. 4% per jaar komt erbij. En het aantal mensen met klachten ook. Dus de vraag is natuurlijk wel, lossen die pillen eigenlijk iets op? Dat is een goede vraag, die moet je zo beantwoorden. Maar eerst wil ik nog weten, hoe kan het dat zoveel mensen in Nederland, want het gaat zogenaamd heel goed in Nederland, waarom slikken die al die pillen? Nou, omdat ze klachten hebben die waarschijnlijk eerst en vooral voortkomen uit hun manier van leven, maar ze willen van die klachten af. En dan zijn er allemaal dokters die zeggen, nou, dan moet je dit proberen. Dat zijn bij psychiatrische pillen, zijn dat eigenlijk vooral huisarts. Denk jij dat pillen in de meeste gevallen ook helpen? Nee, absoluut niet. Nee, als je geluk hebt, knap je er een beetje van op. Dat betekent dat de helft van je klachten ongeveer verdwenen is. Dan ben je een responder. Maar het aantal mensen wat door alleen maar een pil te slikken geneest, dat is een paar procent. Dat is maar een paar procent. Dat betekent dat iedereen die pillen slikt moet eigenlijk weten, het is tijdelijk. Het kan je tijdelijk helpen, misschien zelfs verdoven. Dat is een hele goede indicatie. Als je klachten zo ernstig zijn dat je hele functioneren daardoor onder druk komt te staan, dan mag je wat mij betreft pillen gaan slikken en dan schrijf ik ze ook voor. Maar dat is dan eigenlijk vooral omdat een analyse van het probleem of de situatie of wat zou bijdragen aan een oplossing niet mogelijk is. Omdat iemand gewoon niet goed kan nadenken, omdat iemand helemaal niet slaapt, omdat iemand zoveel is afgevallen. Heel, heel lichamelijke verschijnselen heb je het dan ook vaak over. Nou, dan moet je eerst, het zijn labmiddelen, het zijn geen geneesmiddelen, het zijn labmiddelen. Maar toch zijn er mensen, je zegt een klein percentage heeft er op lange termijn wat aan, toch zijn er misschien wel veel meer mensen, tenminste als ik in mijn eigen omgeving kijk, die mensen zeggen, ja, dat helpt gewoon. Of er zijn ook bekende mensen bekend, hè, die gewoon pillen slikken en zeggen dat helpt. Die komen in talkshows, die vertellen waarom het geholpen heeft, dat het de enige manier is om door te leven. Zijn dat dan de uitzonderingen? Nee, dat zijn waarschijnlijk de mensen waarbij er een aanlegcomponent heel zwaar weegt. Dus je hebt in sommige families heb je dat mensen dat allemaal hebben. Dus die hoeven helemaal niet zo heel veel tegenslag in hun leven te hebben. Maar die zijn op een dag aan de beurt. En het lijkt dat die groep, maar daar weten we echt nog veel te weinig van, dat die onvermijdelijk met pillen iets moet doen. Maar de toename zit vooral in ongedoseerde gekkigheid. Dus leven als een randebiel. En dan klachten krijgen, ja, moet je het met pillen oplossen? Nee, dat moet je met gedoseerd leven oplossen. Dus dan is die aanlegcomponent veel kleiner en dan ga je dat niet doen. Maar met gedoseerd leven oplossen, daar heb je vaak hulp voor nodig, dus daar zijn gesprekken voor nodig. Nou ja, dat is natuurlijk een pijnpunt, want in de gesprekken gaat het vaak niet over wat wel zou helpen. Het gaat vaak over wat er niet goed gaat, maar wat nodig is om het, ja, aan de pluskant. De positieve psychologie en de psychiatrie liggen mijlenver uiteen. Dus de dingen waar jij van opknapt worden bij de psychiater meestal niet besproken. En wat zou de psychiater beter kunnen doen? Nou, dokters zijn gefocust op klachten. En al nou nu kunnen we vaststellen dat dokters hun focus moeten verleggen naar preventie en leefstijl.
Want het is niet alleen in de psychiatrie, maar ook de KNO-arts ziet steeds meer mensen met oorsuizen. Reumatologen worden bedolven onder mensen met fibromyalgie. Het spastisch colon bij de gastroenteroloog. Pardon? De prikkelbare darm, het prikkelbare darmsyndroom bij de maag-darmarts. Ja. Dus dat zijn klachten, die hebben heel veel mensen. Die klachten veroorzaken veel last. Maar 10, 20 jaar geleden hadden veel minder mensen die klachten. Dus wij zijn niet anders geprogrammeerd dan 10, 20 jaar geleden. Dus we doen klaarblijkelijk dingen anders dan toen. En wij dokters moeten veel meer daarnaar gaan kijken om die mensen veel beter te kunnen helpen. Dus dat betekent bijvoorbeeld hele goede gesprekken voeren, maar bijvoorbeeld ook zeggen, ik noem maar wat, ga eens hardlopen. Nou ja, 20 jaar geleden, 50 jaar geleden, had je, zonder dat je er erg in had, de hele dag lichaamsbeweging. En nu hebben we het zo ingericht dat dat niet meer hoeft. Dus in principe komt iedereen aan een bewegingstekort. En dat is een risico voor. Van jou weten, je hebt het vaker verteld en je hebt ook opgeschreven dat je een hardloper bent en dat het jou heel veel baat geeft. Maar heeft iedereen daar baat bij hardlopen? Nee, iedereen heeft baat bij voldoende lichaamsbeweging. En dat is niet omdat ik het zo leuk vind, dat is omdat ons brein lichaamsbeweging nodig heeft om te functioneren. Je hoofd moet af en toe even uit. Begin jij de dag ook met hardlopen of niet? Nee, absoluut niet. Nee. Hoe doe je het dan? Zorg je wel dat je elke dag aan het hardlopen bent? Nee, ook niet. 4 keer in de week zo'n beetje. Maar wat ik wel doe en wat ik iedereen adviseer is nooit bezuinigen op waar jij van opknapt. Dus het mag ook tuinieren zijn of piano spelen, maar iedereen heeft iets wat hem of haar ontspant. Boek lezen kan ook. Dus datgene waar jij van opknapt, bezuinig daar nooit op. En bij mij als je opknapt door bijvoorbeeld veel whisky te drinken, dan is dat gevaarlijk. Dan weten we, dat moet je niet doen. Maar daar knap je ook niet van op. Maar mensen hebben vaak het idee. Het gaat om dat je echt moet. Sommige mensen knappen helemaal niet op van hardlopen. Nou, dat denk ik niet. Ik vergelijk het altijd met de afwas doen. Dat is misschien niet leuk, maar geeft achteraf altijd wel een prettig gevoel dat je het weer gehad hebt. En voor lichaamsbeweging geldt dat ook wel. Ook mensen die hardlopen niet leuk vinden, hebben er wel baat bij. Ik wil even naar een filmpje gaan kijken, om te kijken of het allemaal waar is wat jij zegt. Daar lig je dan, 's avonds, uitgeblust op de bank. Helemaal leeg na weer een dag hard werken, sociale verplichtingen en alle prikkels die op je afkwamen. Overdag is er geen tijd of mogelijkheid om de balans tussen inspanning en ontspanning goed te bewaken. Dus al helemaal niet om tijd vrij te maken om eventjes te gaan hardlopen. Daardoor kunnen aanhoudende vermoeidheid, somberheid en lusteloosheid de overhand krijgen. Soms ben je niet meer vooruit te branden, terwijl slapen niet goed lukt en je 's ochtends onvoldoende uitgerust voelt. Je wordt geleefd. Je bent gestrest. Of toch niet? Eigenlijk weet je het niet. Moet je hiervoor naar de dokter? Zijn er medicijnen nodig? Wellicht kan runningtherapie je helpen. Bij runningtherapie draait het om de balans. De balans tussen fysieke en mentale inspanning. Tussen arbeid en rust. Behalve een genezende werking heeft het hardlopen ook een preventieve werking. Zowel voor lichamelijke als psychische klachten. Door te bewegen werk je direct aan een gezonder lichaam en een gezondere geest. Nou, stel nu, ik heb een probleem. Het gaat niet zo goed met mij. Ik wil met Bram Bakker praten. Die is me aangeraden. Mensen zeggen, die man is heel goed. Je moet met hem gaan praten. Zeg je dan misschien na 10 minuten al tegen mij, hou op met dat gehouden, hoe dit is veel beter, of niet? Nou ja, dat is wel mijn stijl. Ik hou er wel van om recht af te gaan op wat ik denk wat er aan de hand is. Kijk, in zo'n filmpje bijvoorbeeld komt al gelijk aan de orde geen tijd. Nou, dat vind ik echt bullshit. Weet je, we hebben allemaal geen tijd, maar dat is bij ons allemaal vooral een excuus. Waar we last van hebben is geen prioriteit. Dus als je heel druk bent de hele dag, dan moet je ook zorgen dat je voldoende rust. En als je zegt, ja, ik heb geen tijd om rust te nemen, dan stel je de verkeerde prioriteiten. En dan raak je vanzelf burn-out. Jij en ik ook. Natuurlijk, maar dan raak je dat, maar dan heb jij weer werk. Want dan moet ik toch weer naar de psychiater, moet ik een gesprek gaan voeren. Of ik krijg een pil voorgeschreven. Je kent de kritiek op de psychiatrie. Het is geen exacte wetenschap, het is geen geneeskunde. Het is toch een subjectieve momentopname. En misschien is het wel of niet waar, misschien kan ik het ook. Als je veel interviews maakt en dan spreek je veel mensen, kun je misschien ook wel psychiater zijn, nee, of niet? Dat is ook zo. Nee, maar we komen uit een periode van 20, 30 jaar waarin in de medicatie echt is opgehemeld. We plakken op iedereen een sticker en daar zit een pil achter die het moet gaan oplossen. De overtuiging dat iedere psychische stoornis gebaseerd is op een hersenziekte, die domineerde enorm. En we komen nu gelukkig weer een beetje tot de kern. Namelijk, er is geen balans. En ongetwijfeld doet dat ook iets in je hoofd. Maar het nadenken in oplossing is niet een pil erin stoppen, maar mensen de vraag stellen,
hoe bewaak jij je balans? Wanneer was je wel in balans? Wat is er nodig om in balans te komen? En die vraag wordt in de psychiatrie veel te weinig gesteld. Wordt gezegd, ja, u heeft een serotonine tekort in de hersenen. U krijgt van mij Prozac. Wat echt onzin is. Nee, ik snap dat dat goede vragen zijn. Maar dan nog, de vraag is de psychiatrie een wetenschap? Hoe beantwoord je die? Nou, de psychiatrie heeft dappere pogingen gedaan om wetenschappelijk te worden. En we zijn wel vooruitgegaan met dat stickerboek. Maar de relativering behoeft nu meer aandacht. Want als 9 van de 10 mensen van iets opknappen, dan wil jij als individuele patiënt vooral weten, zit ik bij die 9 of ben ik die andere? En op die vragen kunnen we vooral in de psychiatrie eigenlijk het antwoord niet geven. Dus de psychiaters zouden zelf ook veel relativerender moeten zijn, veel bescheidener en nederiger moeten zijn. Nou ja, er wordt heel stellig beweerd op grond van gemiddeld, dus u moet dit en u moet dat. Maar de gemiddelde patiënt bestaat niet, iedereen begrijpt dat. En we moeten dus nadenken wat de individuele patiënt karakteriseert. En dan moeten we niet op een protocol gaan varen, dan moeten we echt weer terug naar die patiënt. 1 op 1, gewoon een beetje je vingerspitsengevoel erin rooien. Straks vertelt Bram Bakker dat hij vrouwen vaak inhoudelijk sterker vindt dan mannen. Dat moet echt keihard worden doorgevoerd in hoog tempo. Echt, nee, maar echt belachelijk. Ik ben in Amsterdam bij Citage, het bedrijf van psychiater Bram Bakker. De hele wereld vindt Trump een narcist. Alleen de psychiaters en de psychologen mogen het vanwege een beroepscode niet hard op zich. Eigenlijk als je maar genoeg je best doet, dan begrijp je iedereen, hoe gek die ook is. Ik heb alleen de nationale top gehaald in het ponyrijden. Echt waar niet. Dan gaan we de 6e verdieping. Ja, en daar is het lekker anoniem. En, ja, er is ook niks meer medisch, maar daar hebben wij een vleugel. En ja, daar kunnen mensen echt terecht zonder dat ze gelijk het gevoel hebben, ik ben nu betrapt op een plek waar ik niet gezien wil worden. Heb je verder ook alle schakels nodig als je hier naartoe gaat? Heb je de zorgverzekeraar nodig of hebben jullie de schakels tussenuit gehaald? Alsjeblieft niet. Nee, want kijk, in de GGZ met name is heel erg wc-eend adviseert wc-eend. Dat willen we niet. En het is eigenlijk heel raar dat er geen onafhankelijke plekken zijn waar je gewoon een advies en een oordeel kan halen zonder dat ik er een belang bij heb. Dus ik heb geen aandelen in welke behandelkliniek dan ook. Als jij een vraag hebt en ik heb die dat je ergens moet laten behandelen, dan help ik jou naar de plek die volgens mij voor jou het beste is, zonder dat ik daar wat aan verdien. Alleen jij rekent met mij af voor de diagnose en het advies. En wat wij natuurlijk vooral graag willen, is dat mensen die gaan verzuimen, en dat de burn-out klanten van deze wereld, dat die hier heel snel terecht kunnen, dat die niet op een wachtlijst hoeven. Want een buschauffeur die verzuimt, die kost zomaar €600 per dag, want hij wordt doorbetaald en er moet een vervanger worden ingehuurd. Nou, en als die mensen eruit verdwijnen met psychische klachten, dat ze hier snel naartoe kunnen. En alleen door al 4 weken wachttijd op een intake te besparen, verdienen wij heel veel geld terug voor die werkgevers. Maar je zou bijna zeggen, je zou het iedereen aanraden. Je zou eens met de minister moeten praten en zeggen, kijk eens even hoe dat hier werkt, anderen moeten dat ook doen. Heb je dat ooit geprobeerd? Nou, ik hoop nu het er is dat het aandacht gaat krijgen. Maar bijvoorbeeld bedrijfsartsen zitten natuurlijk heel vaak met hoofdpijndossiers van mensen met psychische klachten. Hè? Want als iemand kanker heeft, dan is helaas vaak wel duidelijk wat er wel en niet kan. Daar heeft die bedrijfsarts, die weet dat meestal wel ongeveer. Maar die mensen met burn-out, daarvan denkt die bedrijfsarts, ja, wat moet ik nou adviseren? Blijven werken, zo snel mogelijk weer gaan werken of eerst maar 3 maanden helemaal niks doen? Nou, daarin meedenken. En dan voor ook met de BV Nederland, ik vind het een verschrikkelijk woord, maar de werkende mensen, dat is echt wel waar behoefte aan ligt, denk ik. Nou ja, waar behoefte aan ligt, denk ik, je bent er nu bescheiden over, want je weet wel zeker, je bent er zelf mee begonnen. Maar is dit iets, ik zou bijna zeggen, dit gaat zich over Nederland verspreiden? Nou ja, ik hoop het. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel plekken waar je, als je een nieuwe televisie gaat kopen, dan kijk je eerst even bij de consumentengids, welke televisie die adviseren. En wat wij eigenlijk willen worden, is een consumentengids voor mensen met psychische klachten. En dan kunnen ze bij ons komen vertellen, want ik vind het belangrijk dat je het niet online doet. Hè? Op online vind je altijd de partij die het handigst is met Google of het meest aan Google betaalt. Dus, want zo werkt dat ook en zo word je dus op het verkeerde been gezet. Je moet mensen even aankijken. Dit is een vak wat alle organen nodig heeft. Dus ik moet ook een beetje ruiken en zien, want als je intypt waar je last van hebt, dan zie ik jou niet.
En mensen met een alcoholprobleem, dat, ja, als je de honderden gezien hebt, dan weet je op een gegeven moment, hier is een probleem. Deze en durf je het dan ook te benoemen als iemand met hele andere klachten komt? Nee, maar dat moet. Er is te veel pap- en nathoudbeleid. En dat is ook, vind ik, de tragiek van het zorgverzekeraarsmodel. Mensen kunnen eindeloos worden behandeld zonder dat de pijnpunten worden benoemd. En je moet de moed hebben, dat vind ik echt je taak als professional, om te zeggen, luister, jij zal somber blijven zolang je te veel drinkt. Dat is je taak. En het gebeurt te weinig. Waarom ben je psychiater geworden? Omdat mijn moeder graag wilde dat ik iets nuttigs ging studeren. Dus ik kon eigenlijk kiezen tussen advocaat en dokter. En dat ik psychiater werd, had er dan mee te maken dat er wat psychiatrie in de familie van mijn vader zat. En ik de kinderlijke fantasie had dat psychiaters door mensen heen konden kijken. Dat wilde ik graag. En mijn gekke ooms, die waren voor mij volstrekt normaal. Een van die ooms had een racefiets. Dat was eigenlijk wel een beetje een held. Daar vond ik niks geks aan. En toen las ik ook nog het legendarische Wie is van Hout van Jan Voudrenne. En nou, die zei eigenlijk, als je maar genoeg je best doet, dan begrijp je iedereen, hoe gek die ook is. Dat vond ik geweldig. Ik was 15 of 16 jaar. Maar dan klinkt het als je eigen keuze. Is het nou je eigen keuze geweest? Nou, of heb je toch jarenlang gedaan wat je ouders van je verlangden? Nou, dokter vanwege mijn moeder en psychiater vanwege mezelf, zeg maar. Ik wilde eigenlijk naar de ALO, als ik heel eerlijk ben. Maar dan zei mijn moeder, ja, dan ben je 40 en dan kan je helemaal niet meer meekomen. Dan ben je oud en afgetuigd. Maar dat is wat je wilde. Je wilde eigenlijk de sport in. Hoe dan ook de sport in? Misschien dat je topsporter willen worden. Ja, dit is een tragisch verhaal, maar ik heb alleen de nationale top gehaald in het ponyrijden. Echt waar? Ik was heel goed in ponyrijden. Nou ja, als je me ergens goed in bent. En ik was ook best wel goed in judo, maar ik heb heel veel sporten gedaan, maar allemaal net niet lang genoeg. En uiteindelijk ben ik als hockeykeeper ook nog best op niveau gekomen, maar was ik ook weer met te laat mee begonnen. Daarom stond ik ook op doel. Ik had niet zoveel techniek, maar ik was een redelijke keeper. Ik deed triathlon in de tijd dat dat nog een sport in ontwikkeling was, had ik ook verder in kunnen komen. En eigenlijk toen ik ging studeren had ik kunnen gaan roeien en ik had eigenlijk graag topsporter willen zijn. Had Voudrenne gelijk, want je bent dan de psychiatrie verder gegaan, als je maar lang genoeg doorvroet dat je dan iedereen kunt doorgronden? Nee, had geen gelijk, maar ik vind het wel een fantastisch vertrekpunt. Dat je om te beginnen niet een oordeel moet hebben, maar alleen maar moet proberen te begrijpen wat er aan de andere kant van de tafel gecommuniceerd wordt. Dus dat je echt goed luistert en ook wel hypotheses vormt. Van wat mensen zeggen iets, maar ze bedoelen iets anders. Hè. Dat is natuurlijk het kunstje van dit vak, is door het verhaal heen luisteren. En dan kan je soms uit best wel rare verhalen toch iets destilleren wat een kop en een staart heeft. En kun je mensen ook zelfs met 3 of 4 gesprekken verder helpen? Is dat mogelijk? Heb je dat wel eens meegemaakt? Ja, maar het is best wel simpel en ook wel aangetoond. Als jij in therapie gaat, dan moet er in de eerste 2 zittingen moet er echt wel iets gebeuren. Want als dat niet zo is, dan gaat het ook niet meer gebeuren. Dus ik ben eigenlijk altijd snel klaar met mensen. En dan hebben ze wat aan gehad of niet. Jij moet wel discreet zijn, dat is belangrijk in jouw vak. Je moet heel discreet zijn. Lukt dat altijd? Kijk, de hele wereld vindt Trump een narcist. Alleen de psychiaters en de psychologen mogen het vanwege een beroepscode niet hardop zeggen. Dat is een beetje raar, toch? Nee, als het overduidelijk is natuurlijk. Maar er zijn heel veel twijfelgevallen. En vind je dan dat je juist als psychiater extra in je mond moet houden? Of op je hoede moet zijn? Of moet je juist van de daken schreeuwen? Nou, niet van de daken schreeuwen. Maar ik vind het discussiëren over verschijnselen, dat vind ik relevant. Dus een medisch-psychiatrische diagnose, die kan en mag en wil ik niet stellen op grond van wat ik zie. Maar het is wel interessant als je Joran van der Sloot in een uitzending bij Peter R. de Vries 1,5 uur hebt kunnen bekijken. Om dan te zeggen, nou mensen, de kenmerken van een antisociale persoonlijkheidsstoornis zijn. En dan som ik het rijtje op en dan mag de kijker bedenken of Joran daar in de buurt komt of niet. Nou, het antwoord raad je al. Maar dan heb ik niet gezegd, dat is de diagnose. Maar dan hebben we wel hopelijk iets van kennis en begrip verspreid over wat is een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Want dat is het formele etiket. Dan is er nog iets. Je moet niet alleen discreet zijn, je moet natuurlijk ook, of je kunt besluiten om op de achtergrond jezelf neer te zetten of jezelf op de voorgrond te plaatsen. Jij hebt gekozen voor het laatste. Mensen weten ook wie je bent. Is dat achteraf? Mensen weten wie je bent. Ja, dit is waar. Ik heb gekozen om het vak op de voorgrond te plaatsen. Want je hebt mij niet in quizzen met BN'ers gezien tot nu toe. En ik doe ook mijn best om daar niet terecht te komen. Laat ik dan een voorbeeld geven van goede vrienden van je. Bijvoorbeeld de uitgever Joost Nijssen zei ook, Bram Bakker heeft minder applaus nodig dan hij denkt. In de Volkskrant las ik een recensent die zei, deze aandachtzieke man die moet je uit je Rolodex halen. Wij hebben dat niet gedaan, ik praat graag met je.
Maar het betekent wel dat dat stempel op je gedrukt wordt. Ja, daar moet je tegen kunnen. Ja, ik denk, je kan in Nederland niks vinden of er zijn mensen die bereid zijn om je helemaal af te serveren, ook al hebben ze je persoonlijk nooit ontmoet. Nou, laat ik iemand noemen die je goed kent, volgens mij Jim van Os, psychiater. Die zegt ook, narcisme heb je in enige mate nodig en Bram heeft het ook in enige mate. Nee, natuurlijk heb ik dat, maar vergeet ook niet dat succesvolle mensen bovengemiddeld op narcisme scoren. En dat komt omdat als je in de wereld iets wilt bewerkstelligen, dan moet je overtuigd zijn dat je de wereld iets te bieden hebt. Dus narcisme is niet alleen maar een stoornis, het is ook een talent. Dus laten we nou niet alleen maar daar negatief over doen. Nou ja, er wordt natuurlijk altijd heel vaak enorm negatief over gedaan. Want met name als het gaat om bijvoorbeeld CEO's, mensen die grote bedrijven leiden. Dan lees je later stukken, hij was heel goed, maar het was een enorme narcist. Jij zegt dat is in veel gevallen juist goed, gelukkig maar, want daarmee heeft hij bedrijf gered. En heeft iemand toch ook wat neergezet? Nou ja, kijk, narcisme zonder inhoud is niks waard. Maar als jij de firma Apple neerzet zoals Steve Jobs dat gedaan heeft, dan kan dat alleen maar, lees een biografie. Als je stront eigenwijs bent en een visie en een overtuiging hebt. Dus uiteindelijk zijn dat soort mannen, vrouwen ook, dat zijn wel de mensen die de vooruitgang bewerkstelligen. Zijn vooral mannen toch, denk ik? Ja, en dat komt waarschijnlijk toch omdat mannen meer scoringsdrift hebben dan vrouwen. Ik hou ook eigenlijk meer van vrouwen, moet ik zeggen. Waarom? Nou, omdat vrouwen toch inhoudelijk vaak sterker, in ieder geval even goed, maar vaak sterker zijn dan mannen. Alleen omdat mannen er beter in slagen om dat voor het voetlicht te brengen, zijn die vrouwen te weinig in beeld. Dus je moet vrouwen op de achtergrond dan de inhoud laten verzorgen en de mannen op de voorgrond zetten om een bedrijf te laten leiden, bijvoorbeeld. We moeten onmiddellijk dat vrouwenquotum, dat moet echt keihard worden doorgevoerd, in hoog tempo. Echt, nee, maar echt belachelijk. Ja, maar dan zeggen die vrouwen, die hebben geen zin in. Die sterke vrouwen die zeggen, juist, ik wil geen excuustruus zijn. Dus waarom zou je dat doen? Ja, maar dan krijg je vrouwen die niets meer aan een vrouw doen denken. Thatcher, weet je. Nou, zelfs die deed nog tof. Een vrouw met ballen. Nee, maar dan wordt het compliment dat ze ballen heeft. Het moet allemaal niet zo mannelijk. Als er ook zachte krachten zijn, maar zacht is niet dat het geen inhoudelijke kwaliteit heeft, dan gaan we erop vooruit met z'n allen. Maar narcisme, een lichte vorm van narcisme, is van belang, zeg je? Dat begrijp ik ook. Ja, tuurlijk. Dat betekent natuurlijk wel dat narcisme gaat ook samen met altijd aandacht nodig hebben. En veel aandacht nodig hebben. Ja, dat is natuurlijk ook een media dingetje. Luister, als ik vanavond thuis kom en ik zeg tegen mijn vriendin, ik heb vandaag voor de televisie met Paul van Liemt gesproken, dan zegt ze, ja, dat vind ik interessant, maar ga even de vaatwasmachine inruimen, joh. Als ik de hele dag applaus nodig had, dan zou ik thuis een of ander knipmes hebben die zegt, god Bram, wat kan ik nog meer voor je doen? Wat ben je toch, dan word ik toch geen leuk mens? Dat begrijp ik, maar neemt het af naarmate je ouder wordt, de behoefte aan aandacht? Bij mij wel, volgens mij. Maar goed, ik ga er niet over. Maar, maar je kunt jezelf toch ook beoordelen? Is het belangrijk om jezelf te kennen? Het is natuurlijk echt zo dat 10, 20 jaar geleden, als ik werd gevraagd voor een televisieprogramma, dan ging ik daar heel heigerig op af en dan gooide ik mijn agenda om en dat doe ik niet meer. Dus ik zeg gewoon, dat komt niet uit. En ik ga vanmiddag met mijn dochter iets doen. En, ik ben wel blij en ook een beetje trots dat ik dat nu op die manier doe. Dus ik gewoon zeg, nee, jammer. Maar het gaat er ook om of dat, ik zou bijna zeggen, een heel moeilijk woord gebruiken, maar even geloof uit de psychiatrie, ook geïnternaliseerd is. Of het echt, of dat je denkt omdat de buitenwereld dat beter vindt, of dat je zelf merkt dat het prettiger is om niet naar buiten te treden. Ja, maar kijk, geldingsdrang, het is heel simpel, Paul. Geldingsdrang heeft altijd te maken met dat je waarschijnlijk van huis uit net iets te weinig waardering hebt meegekregen. Dus je bent aan het compenseren. Je wil waardering. Dat is wat je graag wil. Nou, voortdurende bewijsdrift ook. Ja, want je wilt gezien worden. Ik ben ongelooflijk veel gepest. Ik ben vaak verhuisd. Weet je, ik hoorde er helemaal niet bij als ventje. Dus de behoefte om er wel bij te horen, die zit er hevig. Maar nu ik wat ouder ben, begrijp ik ook veel beter dat uiteindelijk, zeg maar, achter mijn voordeur het fijn hebben, dat het hoogst haalbaar is in het leven en dat het een veel grotere prestatie is om al 20 jaar een relatie te hebben, dan weet ik hoe vaak op tv geweest te zijn. Maar heb je dan ook voldoende evenwicht om een ander te kunnen beoordelen? Want dat doe je als psychiater, een ander beoordelen, ergens doorheen kunnen kijken. Ja, maar kijk, ik vind een harde eis en ik verbeeld me dat ik dat kan. En als ik dat niet kan, dan moeten mijn patiënten, cliënten, moeten mij dat ook echt teruggeven. Dat als zij bij mij aan tafel zitten en het gaat over hun probleem, dat het dan niet over mij gaat. Als ik niet in staat ben om mezelf weg te zetten, om me in te zetten voor waar jij mee komt, dan ben ik een flapdrol. Dan ben ik beroepsmatig ongeschikt. Tegelijkertijd, we komen uit de situatie dat men vond dat je als psychiater in het publieke domein beter onzichtbaar kon zijn. Dat vind ik flauwekul. Heeft dat met jaloezie te maken uit de beroepsgroep ook? Nee,
Dat is een club mensen die op zoek is naar zijn identiteit. En er speelt ook dat de babyboomers het veel te lang voor het zeggen hebben gehad en alles afhielden. En dat er geen generatie achter kwam die het overnam. En, nou ja, ik neem jongen. Heb je daar last van gehad, van die babyboomers? Enorm, ja. En er zat ook te weinig achter. Ze hebben heel lang alle macht gehouden. Maar ik zie bij collega's van 30, daar zie ik elan. En daar voel ik ook aansluiting. Dus die jonge gasten die met passie dat vak in willen, daar moeten we het van hebben. Ondanks die babyboomers is het met jou goed gekomen. Je doet heel veel dingen, onder andere cabaret. Anderen doen ook een cabaret en brengen ook naar buiten of wat aan de hand kan zijn. Laten we maar eens even kijken. Nou, Mark Baudet, hè? Ja, fantastische vent. Een vak, een vak, een vak. In de winter schiet ik altijd in een vak. Daarna volgde een vreselijke leidersweg waarbij ik mezelf maar ternauwernood op de been wist te houden. Ik kon niet meer lezen, ik kon niet meer tv kijken, ik luisterde geen muziek meer, maakte geen muziek meer, alles kwam veel te hard binnen. Een dip, een dip, een dip. In de lente heb ik altijd weer een dip. Ik zag geen vrienden en zo min mogelijk familie. Ik was niet meer degene die ik ooit geweest was. De put, de put, de put. In de zomer raak ik altijd in de put. Toen ik dankzij deze pil tot mijn stomme verbazing inderdaad uit mijn depressie tevoorschijn kwam, heb ik 10 jaar nodig gehad om weer enig vertrouwen te krijgen in de wereld, het leven, mijn familie, mijn vrienden, mijn talenten, maar vooral gewoon in mezelf. In de herfst ben ik verloren en gewond. In de herfst denk ik altijd dat ik kapot zal gaan. En dan komt daarna de winter er weer aan. Ja, vergeet het vaak, maar het is toch nogal een stap van hem ook, hè, om dit op deze manier naar buiten te gaan brengen, dit te gaan doen. Fantastisch, dat fantastisch. Hij dat gedaan heeft, ja, vind ik zeer, zeer, zeer moedig. Ja. Maar zou je het iedereen aanraden? Ik denk dat wij er enorm op vooruit gaan als we er open over zijn. En ook vooral durven zeggen wat ons geholpen heeft. Want bij Mark waren het de pillen en bij iemand anders is het tuinieren. Maar laten we het er vooral over hebben dat er heel veel manieren zijn om uit existentiële crisis te geraken. Wat jij doet is in ieder geval ook op de planken staan en cabaret gaan doen. En dan leer je ook dingen, dan leer je een nieuw vak. Grappen vertellen bijvoorbeeld. Ben jij goed in grappen vertellen? Nee, ik begin het nu een heel klein beetje te leren. Maar als ik van tevoren had geweten hoe moeilijk het was, was ik er waarschijnlijk niet aan begonnen. Wat is er zo lastig dan? Timing. Ja. Stil te laten vallen. En ik praat in komma's, zei mijn collega Marjolein, waar ik mee optreed. Die is echt opgeleid als cabaretier, dus dat je echt aan het einde van de zin een punt zet en niet steeds verder praat, hè, zoals ik nu doe. Dus dat je steeds eigenlijk oneindig lange zinnen, en dan zeg ik op zichzelf nog niet eens zo heel vaak maar ik praat achter elkaar door. En als je op een podium staat en je wilt een grap vertellen, dan moet je ook af en toe een punt zetten. En dan moet de grap vallen. Dat is allemaal jargon, maar dat leer ik nu allemaal een klein beetje. Straks, Bram Bakker over de rol van ouders in de verslaving van hun kinderen. De affectieve verwaarlozing is in het Mieterse Bloemendaal groter dan in Schilderswijk. Waarom? Omdat die ouders zijn allemaal bezig met hun carrière. Die geven hun kinderen 5 iPads als het nodig is, maar geen aandacht. Ik ben in Amsterdam bij Citage, het bedrijf van Bram Bakker. Citage behandelt mensen die kampen met angsten, depressie, burn-out, werkstress of aanpassingsstoornissen. 1,6 miljoen Nederlanders gebruiken problematische hoeveelheden alcohol. Ik heb heel veel verslaafden als patiënt gehad, maar op het moment dat je eigen kind verslaafd is dat extreem anders. Spring maar eens voor de trein, terwijl je nuchter bent. Hoeveel mensen hebben psychische ongemak in Nederland? Nou, heel veel. Als je alleen al problematisch alcoholgebruik neemt, hè, dat is goed onderzocht. 1,6 miljoen Nederlanders gebruiken problematische hoeveelheden alcohol.
Maar dat zijn geloof ik vooral babyboomers, toch, die dat doen of niet? Nou, in ieder geval zijn ze tussen de 18 en de 70, zeg maar. Want in het verzorgingshuis en dement, dan lukt het op een gegeven moment niet meer. Dus ze zitten echt in het werkende leven. Als ze met pensioen gaan, die babyboomers, dan gaan ze extra veel drinken. Dat is pas ook uit onderzoek gebleken. Dus ze begonnen bij het avondeten en na hun pensioen beginnen ze al bij de lunch. Ja. Maar er zijn onwaarschijnlijk veel mensen die alleen een alcoholprobleem hebben. Nou, dan hebben we onwaarschijnlijk veel blowers waarvan er heel veel een probleem hebben. We hebben natuurlijk ontzettend veel medicijnverslaafden. We hebben ontzettend veel mensen die depressief zijn. We hebben nog meer mensen die last hebben van angsten. En we hebben een enorm grote populatie. En de meesten zitten niet bij de psychiater, maar lopen bij medische specialisten voor onderzoek. Die hebben onbegrepen lichamelijke klachten. Die dan uiteindelijk niet te verklaren zijn. Dus dan kom je hieruit. Stress, overbelasting, noem het maar op. Maar dit bij elkaar opgeteld zou bijna betekenen dat er niemand in Nederland rondloopt die nergens last van heeft. Nou, in Amerika hebben ze nu, we hebben nu in Nederland ook de DSM-5, dat is het psychiatrische stickerboek. Hebben ze bij middelbare scholieren gekeken hoeveel verdienen een sticker, hebben een psychische stoornis. En wat denk je? 86%. Dus nog maar 14% van de Amerikaanse middelbare scholieren voldoet niet aan de criteria van een... Dus normaal wordt de uitzondering. He, dat is Kees van Kooten. Ik behoor tot de minderheid, niet tot de minderheid behoort. Ja, en dan ga je daar weer klachten van krijgen. Want dan denk je, ik hoor bij die 14%, er zal iets met mij aan de hand zijn. Ja, dat is ironie bijna. Ja, en het begint natuurlijk mee dat het een soort bon ton is om te zeggen dat je een beetje depri bent. Of dat je last hebt van een trauma. Wat natuurlijk heel ver weg is van een serieuze psychiatrische diagnose. Maar dat mag allemaal, want dat legitimeert bijvoorbeeld dat je veel te veel drinkt. Want je hebt vandaag een depri-dag. De kenners weten. Maar dan kun je het ook weglachen. Dat geldt voor blowen bijvoorbeeld ook. Als je op school, heb jij zelf gebloot op school? Nee, nou ja, maar zeg maar die oude rommel die niet meer verkocht wordt. Dus Marok en Libanon. En dat was hars. En de problemen die we nu hebben zijn met cannabis en wiet. Mijn ding niet. Heel gevaarlijk zelfs en veel erger. Ja, mijn zoon is eraan verslaafd geraakt. En ik heb gezien wat voor gruwelijke ellende dat met zich meebrengt. Heb jij geprobeerd hem te behandelen? Nee, maar op het moment dat hij aangaf, er moet iets gebeuren, was ik wel blij dat ik het netwerk had om hem ergens naartoe te helpen waar hij geholpen kon worden. Je zegt gruwelijke ellende heb je dan gezien, terwijl het juist door die scholieren vaak wordt weggelachen. En wat is die gruwelijke ellende? Hoe uit die zich? Ja, op het moment dat je erin blijft hangen, dan gaat eigenlijk je hele functioneren naar de kloten. Dus je blijft binnen zitten, je gamet nog een beetje. En je bestelt heel veel afvalpizza's. Maar je komt je afspraken niet na. Je verliest interesse in alles. Je stemming vervlakt. Hè. Cannabisverslaving en depressie is broer en zus. En in de meeste gezinnen zijn meer dan één kind. Dus je ziet eigenlijk complexe problematiek ontstaan. Een vreedkik bijvoorbeeld. Hij heeft enorm gestreden tegen overgewicht. Omdat hij als een dolle ging eten. Nou ja. Uiteindelijk liep hij er helemaal in vast, kreeg schulden, want het is niet heel duur blowen tot je het heel veel gaat doen. Dus nou ja, aan alle kanten ging het mis. De tijd dat een jointje werd gezien als onschuldig vermaak is al lang voorbij. Blowen is slecht voor de gezondheid en uit nieuw onderzoek blijkt nu dat ook je intelligentie ervan achteruit gaat. Onderzoekers volgden 40 jaar lang een groep Nieuw-Zeelanders. Bij de mensen die voor hun 18e met regelmatig blowen begonnen, daalde het IQ met 8 punten. Dat is 8% van het gemiddelde. 8 punten, dat lijkt niet veel, maar dat kan het verschil zijn tussen VMBO-T en HAVO bijvoorbeeld, of HAVO en VMBO. Een IQ is important for all sorts of things in life. It predicts how well you do educationally. Then predicts how well you do in the job market. It also predicts how you end up health-wise. Dat zou een waarschuwing moeten zijn, maar op dit gymnasium in Utrecht zijn leerlingen niet onder de indruk. Ik zit natuurlijk op gymnasium, dus 18 punten kunnen er best af. Ik denk dat heel weinig mensen zich laten afschrikken door dit soort berichten. Er wordt ook van alcohol gezegd, het is slecht voor je hersenen, slecht voor je lever, voor je nieren. En ze drinken nog steeds en jongeren roken ook. In 2011 gebruikte 8% van de middelbare scholieren wel eens cannabis, ook op het gymnasium. Ja, ik blauw wel eens, ja. En heb je dan het gevoel dat je daar minder slim van wordt? Nee, niet speciaal. Ik denk dat heel veel scholen heel bang zijn voor dit soort interviews. En heel moeilijk naar buiten komen met hun ellende. Maar ik durf bijna mijn hand voor in het vuur te steken dat op elke school in Nederland dit een probleem is. Regelmatig blowen is 2 tot 3 keer per week een joint opsteken. Het Trimbos Instituut waarschuwt al jaren voor de gevaren ervan. We kijken er niet heel erg van op, omdat het een beetje in lijn is met wat we al vermoeden en ook al eerder gezien hebben uit ander onderzoek. We weten bijvoorbeeld dat de jongeren die veel blowen, dat hun schoolprestaties gewoon achteruit gaan. En dit is daar toch wel redelijk mee in lijn. Uit het onderzoek blijkt ook dat geheugen en reactievermogen van cannabisgebruikers achteruit gaan.
Ja, en toch zie je hier slimme kinderen op een gymnasium ook en die lachen dit weg. Die denken, het valt allemaal wel mee. Ja, nou ja ik denk dat 8 IQ-punten op je 50ste 800 euro bruto per maand is. Ja. Je komt echt heel veel lager uit maatschappelijk. En nou ja, wat misschien het moeilijkste is om te begrijpen, maar wat eigenlijk nog onvoldoende hierin wordt benadrukt, is dat als je onder invloed bent, dan is je oordeels- en kritiekvermogen gestoord. Dus jouw inschatting van situaties, die schiet ernstig tekort. Dus je doet domme dingen, niet per se omdat je IQ lager is geworden, maar gewoon omdat je onder invloed nou eenmaal makkelijk besluiten neemt die niet verstandig zijn. Ja, dan denk je dat zijn allemaal hele belangrijke zaken en dat zijn hele goede dreigementen ook. Dus als je nu 15 of 16 bent, je zit hier naar te kijken, je hoort dit en jij zegt het ook nog een keertje, dan denk je, nou, dit ga ik nooit meer gebruiken. En toch gaan ze ermee door. Wie moet hier wat aan doen dan? Is het echt een punt van ouders? Is het iets van scholen? Ja, ik weet het niet. Kijk, de verslavingszorg is het verdomhoekje van de psychiatrie. Hè, als je in de verslavingszorg gaat werken, dan ben je toch een beetje raar. Er is een enorm tekort aan bekwame mensen. Dus er zitten vooral veel ervaringsdeskundigen te werken. En tegelijkertijd, Paul, als je weet hoeveel mensen er doodgaan door verslaving. Jonge mensen, hè, want 1800 suicides per jaar. Maar de meeste mensen die zich suicideren, waren onder invloed op het moment dat ze het deden. Hadden ze het ook gedaan als ze nuchter waren geweest. Want spring maar eens voor de trein. Terwijl je nuchter bent. Dus mensen drinken zich moed in. Maar misschien is het ook wel zo dat omdat ze onder invloed zijn, ze besluiten om voor de trein te springen. We weten het niet, want ze kunnen het niet navertellen. Maar ik heb in die jaren in de verslavingszorg onwaarschijnlijk veel getalenteerde, gevoelige, jonge mensen dood zien gaan. Maar je zegt het al, de verslavingszorg heeft dus gewoon betere mensen nodig. Dat heeft er ook te maken met prioriteit. Dat heeft misschien met statusangst te maken, ook weer zoiets natuurlijk. Hè? Dat mensen denken, nou laat ik dat maar niet doen, want dan vinden ze me niet zo'n goede arts of niet zo'n goede verplegen. Ik heb echt de afgelopen jaren gewoon met regelmaat mensen uit de quote 500 gehad met hele serieuze verslavingsproblematiek. En dat moet allemaal discreet en niemand mag het weten. Maar het is toch opvallend hoe ongelooflijk veel succesvolle, getalenteerde mensen hier aan ten prooi vallen. He, Amy Winehouse. Iedereen had er belang bij dat ze bleef leven. Die kon zich gewoon doodgebruiken. En dat zie je gebeuren. Dus niet zwervers onder de brug, nee, succesvolle, getalenteerde mensen. Maar voor jou komt het heel dichtbij, juist door je zoon, waar je net al iets over vertelde. Ik bedoel, als je dat van dichtbij meemaakt, dan zie je toch ook helemaal waar het misgaat. Dan gaat het dan ook mis bij ouders en bij het onderwijs, of is dat te makkelijk? Nou, ik heb wel aan den lijve moeten ervaren de afgelopen 2 jaar hoe groot het verschil is tussen een professional zijn en er privé mee geconfronteerd worden. Ik heb veel subsidies meegemaakt. Maar Joost Zwageman was niet mijn patiënt, die was mijn vriend. En dan zie je wel dat dat heel anders binnenkomt dan wanneer het een patiënt is. Nou, ik heb heel veel verslaafden als patiënt gehad, maar op het moment dat je eigen kind verslaafd is, is dat extreem anders. En dat is... Maar voor jou of juist voor jouw zoon? Ik bedoel, omdat je bent dan de vader, dus dan kun je niet... Ja, maar ik kan hem niet behandelen, maar ik vind wel, als je merkt hoe groot dat verschil is, dan vereist dat van jou als hulpverlener wel heel veel inspanning om je te verplaatsen. Niet alleen in die verslaafden, maar ook die mensen daaromheen. Dat je echt probeert tot je door te laten dringen wat de impact ervan is dat iemand iedere dag drank en drugs verkiest boven jou. He, dat jouw liefde voor zo iemand, dat in het niet valt bij de behoefte om zichzelf te verdoven. Natuurlijk, toch lijkt me dit heel erg. Als je zelf steeds verder komt in je vak, je vleugels uitzwaait en je gaat alle kanten op, je bereikt heel veel. Maar je kunt dan je eigen kind niet helpen. Ja, maar het rare is dat, zeg maar, als professional naar kijkend, wist ik wel, ik ga hem niet behandelen, hij moet daar en daar naartoe. Dat heb ik ook voor hem kunnen regelen. Dus hij is heel goed behandeld. Maar dat verlost mij niet van het probleem van, ja, waar heb ik de slag gemist? Waarom heeft het 8 jaar geduurd? En heb ik niet na 6 jaar al aan de bel getrokken van, gozer, dat gaat niet goed zo. En ik zat ermee en ik dacht, ons contact is niet wat het zou kunnen of moeten zijn. Gevoelsmatig zat er iets mij in de weg. Maar ik wist niet wat het was. Maar neem jij jezelf ook iets kwalijk, of niet? Ja, ik ben uiteindelijk toch gewoon blind geweest voor het feit dat hij heel erg verslaafd was. En dan ben je natuurlijk bij de loodgieter en de lekkende kraan. Dan kun je wel heel veel van verslaving weten, maar dan speelt het zich gewoon onder je ogen af. En is het je blinde vlek. Het heeft jouw geloof aan de psychiatrie niet aan het wankelen gebracht? Nee, maar Paul, als je internist wordt, hè, dan is je gemiddelde patiënt 75. Ja. En die internisten doen goed werk, die mensen hebben daar recht op. Dus er moet goed worden gezorgd voor mensen van 75. Maar
Dit zit in het hart van de samenleving. Jongeren met psychische klachten, dat is booming. Als je daar iets voor mensen kan betekenen, als ik er één kan redden, dan neem ik die 5 die ik niet heb kunnen redden graag op de koop toe. Het is fantastisch om een keer het verschil te kunnen maken. Je zegt het, benadrukt tegen natuurlijk ook jongeren. Trek het een beetje door naar de millenniumgeneratie. Er zijn veel boeken al over verschenen. En daar gaat het altijd over keuzevrijheid. Want daar hebben ze het meest moeite mee. Dat werd eerst weggelachen, vervolgens serieus genomen. Neem jij het serieus? Het probleem van de keuzevrijheid? Dat je daar stress van krijgt en ten onder doorgaat. Ik denk dat het probleem van de millennials niet het probleem van de millennials is, maar het probleem van de ouders van de millennials. Want die ouders die hebben het veel te druk. En wat ze ernstig verzuimen, daar moet het volgende cabaretprogramma over gaan, is om mijn kinderen op te voeden. Want ik heb nog nooit een ongedoseerd kind gezien met goed gedoseerde ouders. Ik heb nog nooit een ventje met ADHD gehad waarvan vader en moeder heel rustig en evenwichtig waren. Nou ja, misschien heel af en toe zie je er één. Maar dat is echt uitzonderlijk. En dan heb je het waarschijnlijk over aanleg. Dus evenwichtige, succesvolle ouders leveren ook evenwichtige, succesvolle kinderen af. Nou, nee. Niet zo, nooit zo, maar toch. Wat kinderen nodig hebben is aandacht. En succesvolle ouders hebben vaak minder aandacht. De affectieve verwaarlozing is in het Mieterse Bloemendaal groter dan in de Schilderswijk. Waarom? Omdat die ouders die zijn allemaal bezig met hun carrière. Die geven hun kinderen 5 iPads als het nodig is, maar geen aandacht. Maar dit zegt de man die zelf 100 uur per week werkt en ook gek is op zijn werk. En dat straal je aan alle kanten ook uit. Ja, maar dat is dus onoplosbaar. Nou ja, ik moet, maar vergis je niet, ik ben wel in staat om te kiezen voor mijn kinderen en mijn gezin. Ik ben wel in staat om mijn telefoon uit te zetten en het kan meer. Het kan beter, maar ik sta wel voor mijn verantwoordelijkheden als vader. Op donderdagavond doe ik thuis alles. En op dinsdagavond mag ik vrij buiten spelen. En mijn vriendin gaat op donderdagavond vrij buiten spelen en op dinsdag doet zij het. Dan hoef ik maar nooit kun je dan zeggen, evenwichtige ouders leven evenwichtige kinderen af? Ja, maar wij moeten, kijk, het aanbod aan prikkels, aan uitdagingen, aan entertainment is zo immens dat wij allemaal voor de uitdaging staan om te doseren. En als je teruggaat naar waar wij van opknappen, wat goed voor ons is, dat zit niet in een apparaat. Dat zit in persoonlijk contact, dat is knuffelen, dat is seks, dat zijn allemaal van die ouderwetse dingen. Maar daar knappen de mensen van op. En ja, leuk dat seks een ouderwets ding geworden is. Och, je had dat kunnen denken. Dat duurt lang, joh, seks. Nee, joh, dat duurt liever een pornootje, dat kan in een paar minuten. Het is de treurnis ten top. Het was pas echt een indrukwekkend verhaal over een jonge vrouw met vaginisme, die had er een documentaire over gemaakt. Ik stond in de Volkskrant, was diep onder de indruk van de tijd die zij en haar vriend besteden aan hun liefdesleven. En dat ging dan wel in het kader van dat ze wilden toch proberen om geslachtsgemeenschap te hebben. Maar die deden de gordijnen dicht en die maakten sfeer. En er ging gewoon tijd en energie in zitten. Ik denk, dat zouden de mensen moeten doen. Dan wordt het echt veel leuker in Nederland. Volgende week praat ik met de man die ONL, Ondernemend Nederland, voor ondernemers oprichtte, Hans Biesheuvel. Ik zou zeggen, die wet van tafel gaat terug naar de tekentafel. Als ik één oproep heb aan het nieuwe kabinet, regel dit. En we hebben heel veel weerstand gehad van die grote retailers en zijn er toch doorheen gekomen.